Hoppakee. Wat tasjes mee om het vuil in te doen. Alles netjes opbergen. Het lijkt erop alsof je gaat hardlopen, maar er gaan alleen maar plastic zakken mee. Ja, dat klopt. Ik heb een beetje een tik om door te draven en iets te veel afval te pakken en minder te gaan rennen. Want zo is het begonnen, hè? Op de route van het hardlopen, daar lag de rommel. Ja, daar lag heel veel rommel. En in de berm en overal waar ik liep, zag ik al die rommel en blikjes en flesjes. Eerst neem je het in je handen mee, maar ja, op een gegeven moment kun je het niet meer dragen. Zoveel troep is het, dus moet je toch maar een klein tasje pakken. Dus nu wordt de sportuitrusting uitgebreid met allerlei plastic zakken om alles wat je tegenkomt meteen mee te nemen? Ja, zoveel mogelijk. In ieder geval plastic bijvoorbeeld. Oh, dat lukt wel. Okay. Hier ligt nog een plastic glas. Hoe komt dat hier nou terecht? Want dit is een gewone woonstraat. Precies, en deze meneer die werkt zelfs bij een bedrijf wat ook een hekel heeft aan zwerfafval. Die woont hier op de hoek? Ja, die woont hier op de hoek. Vandaag gaat er ook een vriendin mee, die overigens niet in sportkleding is, maar... Want daar lijkt het een beetje op. Je bent helemaal alleen begonnen en uiteindelijk er gaan steeds meer mensen meedoen. Het begint een kleine olievlek te worden in Os. Ja. Want hoe is dat gewerkt? Want weg met de bende van Os? Dat is een geweldig leuke film. Waar we in Os heel trots op zijn. Want Os was altijd negatief in het nieuws. En nu was er iets positiefs. En de bende van Os was het dus. En, toen en het was een bende op straat. Dus in uw ogen in ieder geval. Precies, inderdaad. En in een dronken bui had ik zoiets van, ik wil een website maken. Maar hoe moet ik het nou noemen? Toen zei ik, nou weet ik het. We noemen het weg met de bende van Os. En toen bleek ook dat u niet de enige was. Want het lijkt zo'n eenmansactie. Maar via het internet... Ja. Dus blijken er veel gelijkgestemden te zijn. Precies. Ik kwam iemand tegen op internet uit Amsterdam. Pieter Smith. Van Clean van Nederland? Clean, ja. CleanNL. Clean.nl heeft hij zich genoemd. En die zei, Clean dat staat voor klagen loont echt absoluut niet. Dus doe wat. Doe iets. En nou, dat was precies mijn motto. Handen uit de mouwen en aanpakken die rommel. Nou, u loopt een mooie route moet ik zeggen. Onderweg hier naartoe zie ik af en toe wel wat liggen. Maar ja, ik denk niet meteen van, ik ga dat oprapen. Ja, ik wel. Is dat ook de persoon? Ja, ik wel. Ik hoor ook van collega's. Ik ben wel eens met collega's in het park aan het lopen, vlakbij mijn school waar ik werk. En zullen we dan ook meteen even wat opruimen? En die zeggen, ik zie het ook gewoon niet liggen. Die zien dat blijkbaar niet. En ik zie het altijd liggen. Dus dat is zo'n subjectieve waarneming voor hetzelfde als je zwanger bent en je ineens alle zwangere vrouwen om je heen ziet. Mm-hmm. En ik zie alleen maar dat zwerfafval. Ja, dat is ook een tik. En dan een doel stellen ook. Want dat las ik tenminste op de site. 1000 kilo. Maar aan dat soort papiertjes en stukjes plastic, dat is een enorme berg natuurlijk. Hè? Ja, precies. Dat is een enorme berg. Want blik weegt nog iets, maar plastic weegt bijna niks. Dus dat wordt inderdaad... Best een lastige taak, maar ach, als ik hem niet haal is het ook niet erg. Dan ligt er niet zoveel en is het niet zo zwaar. Maakt niet uit. Hier mevrouw die de ene aan het voeren is in het park. Ja. Wel eens alle rommel op straat opgevallen in Os? Ja, zeker. Toch wel? Ja, zeker. En wat doet u dan? Dan raap ik het op. Ook? Ja, als het op te rapen valt dus. Hè? Het moet wel een beetje christelijk eruit zien nog. Oh, dat dan wel. Geen vieze handen krijgen. Nee. Maar valt het mee of valt het tegen met de bende in Os? Ik vind het wel meevallen. Ooit is het heel erg. En dan komen hier de plantsoenendienst weer. En die maken het gewoon weer netjes in principe. Maar sommige dingen, ja, ik bedoel een keer een papiertje te vatten. Oké, maar echt bierflesjes en glas en zo. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Ik denk, waarom doen ze dat toch? Weer een pakje. Stukje. Pakken. Ja, er zijn zelfs mensen die ik op internet ontmoet heb die... hondenpoep oprapen. Maar dat vindt om ook als zwerfafval weg te gooien. Maar dat gaat me net te ver. Ja, want je moet wel uitkijken, want inderdaad, op het moment dat je stapt er nogal een snelle keer in natuurlijk. Nogal. Ik heb wel af en toe zoiets van, ja, moet je dit jongeren laten doen als taakstraf? Want ik vind het iets wat heel normaal is. En waarom zou je dit als taakstraf ooit geven aan... Oké, want die jongeren die moeten ook propjes oprapen. Ja, als bijvoorbeeld voor halt voor vuurwerk of zo. Ja, het helpt ook om het schoon te maken. Ja, klopt. Misschien als ze het dan gedaan hebben dat ze dat wel beklijven. Maar het blijft toch nog steeds een taakstraf. Want dan zouden ze ook nooit meer dat vrijwillig gaan doen. Want ze zien dat opruimen van die rommel als straf. Dat straf is, ja. Dus ik heb wel eens bedacht om op mijn trainingcheck te zetten van ik doe dit niet als taakstraf, maar ik doe dit vrijwillig. Al die rivieren of weteringen, die komen uit in de zee.
De zee komt uit in de oceaan. Er zit gewoon enorm veel plastic in. In de laatste jaren, Dus dit is echt het aanpakken bij de bron dan, hè? Van die grote plastic soep die daar ergens in de Stille Oceaan ronddrijft. Het is geen grote plastic soep. Het zijn al die plastic deeltjes, die worden steeds kleiner. En dat wordt eigenlijk zo klein als plankton. En walvissen eten plankton, maar het is dus tegenwoordig geen plankton meer. Maar het is gewoon één brei van heel fijn gemaakt plastic. En was dat ook iets wat in uw gedachten speelde op het moment dat u dacht van ik ga eraan beginnen weg met die bende in Os? Nee, helemaal niet. Nee, daar kwam ik geleidelijk aan achter toen ik steeds meer ontdekte over plastic. En waar moet het toe leiden? Nou, het mooiste zou zijn dat het leidt tot bijvoorbeeld het stoppen van plastic tasjes uitgeven. Als je je boodschappen doet, dat je niet voor elk boodschapje plastic tas krijgt, maar ook nog dat het plastic van afbreekbaar materiaal wordt gemaakt. Ja, nog meer bij de bron, dus eigenlijk bij het uitdelen en niet dat, dat het sowieso al niet meer hier terecht komt. Ja, helemaal bij de bron. Oké, daar gaat een hele zak. Nee, dat is chipzak. Hij is al best zwaar, hè, trouwens. Een hele kilo of vier, vijf? Ja. Denk het wel, hoor. Hij is al bijna niet meer te tillen. En hoeveel is het nu al in totaal van de 1000? 90 in januari. 60 of iets in februari. Dus dat gaat wel lukken dit jaar. De goede kant op. Gaat zeker wel lukken. Met wat we net hebben gevangen. Die buit, die is heel groot. Ja, gaat goed.